Ja, en hoe gezellig dat het dan is, hè? Ik was even aan het kijken naar het aantal podia en vorig jaar waren het er 20. Dus ik nu mijn voorbereidingen doen voor deze uitzendingen van Jazz Talk. Ik denk, hey, verrek, we hebben er eentje bij. Maar eens even kijken of dat het daar dan ook een beetje gezellig is natuurlijk. Nou, dat nieuwe podium, dat vind je in de Sint-Jansstraat. En degene die we daarheen stuurden om letterlijk de proef op de som te gaan nemen, de muzikale noten te testen en te kraken, is Joyce Witte. Dank jullie wel, gentlemen. Tot de volgende. Fijne avond nog. Genieten van het jazz. Ja, superleuk. Ja, leuke band. Ja. Bent u voor het eerst bij het jazz? Of nee, we gaan elk jaar. Yeah. Elk jaar op Hemelvaartsdag. Ja. Het is al een aantal jaar geleden dat in deze straat een podium is geweest. Hoe vindt u dat er weer eentje is hier? Ja, superleuk. Superleuk en echt een hele goede band gewoon. Dus iedereen staat te dansen. En ja, ze doen het geweldig. Ja. Weer lekker aan het genieten van de jazz? Ja, heerlijk. Dit is mijn eerste jaar. Ik ga altijd ieder jaar weg. Gaan we naar Zeeland. Dus ik denk, kom maar. Maar ik vind het geweldig. Echt, echt het genieten. Fijn. En één dag of blijf je meerdere dagen? Nee, ik ga morgen toch weer naar zee. Maar de enige dag. Misschien zondag nog even. Want dan moet een vriendin van mij erop treden. Heerlijke muziek ook om op te dansen, heb ik gezien. Ja. Hebben we ook net gedaan, hè? Ja. En hoort u bij de band of is het gewoon... Nee, maar we kennen één lid van de band kennen we al heel erg lang. Misschien wel een jaar of 10. En dat is de leadzanger. En bent u voor het eerst hier bij het Jazz Festival of is het al vaker? Nee, we hebben speciaal vakantie genomen. Om dus elke dag bij het Jazz Festival te zijn. Die hard fans. Yes. Een mooi podium hier voor de deur bij uw kroeg. Hoe vindt u dat? Ja, het is de eerste keer dat we dit jaar doen. En zoals je ziet is het best druk. En een mooie opkomst, zeg maar. Ja, ja. Jij zei zelf al het eerste jaar dat jullie het doen. Het is een aantal jaar hier geen podium geweest in de Sint-Jansstraat. Hoe is het zo gekomen dat er nu wel weer eentje is? Ja, wij zijn toch van plan om meer evenementen hier te doen. Zoals Koningsdag, carnaval en alles. Zijn we altijd een podium hier. En dan wouden we het met Jazz Festival ook doen. Dan mag wel spreken van een succes zo te zien. Klopt. Ja. Breda nu.